Yo allemaal, in deze video geef ik $100.000 weg. Het enige wat je hoeft te doen is de video liken, te abonneren met notifications on, dus dat belletje. Nee, zo man. Dames en heren, jongens en meisjes, wij verkeren in oorlog. YouTube heeft besloten al onze likes weg te halen op onze video's. Ik weet het. Voordat jullie gaan huilen, voordat jullie YouTube deleten van jullie computer, kunnen terugvechten, dames en heren. Het is mogelijk. Het enige wat je moet doen is smack die like. Dat is de enige optie voor ons om nog terug te keren. De smack like en laten we kijken of we de 100 kunnen halen. YouTube filtert dus gewoon letterlijk de helft van de likes weg. En ik weet niet hoeveel van jullie een like gaan droppen en dat het ook echt op YouTube komt te staan. Maar als we allemaal op een like drukken, dan moeten we er vanzelf wel komen. Laten we nog gauw beginnen met de aflevering van vandaag. Leuk, ja, I know. Anyway, vandaag gaan we kanalen beoordelen. Dus wil je er ook op komen, smash like, abonneer, vraag het aan in de comments. Ik upload dit iedere maandag om 5 tot 6 uur. Dus wees er nou lekker bij, zet die notifications aan, ben je er als eerste. Voor nu, geniet en leer van de kanalen die nu aan de beurt zijn. Zodat je een beetje kan weten waar ik op let. Waar ik op let wanneer jij aan de beurt komt. En zodat je ook misschien er wat van kan leren, et cetera. Dus ja, laten we gewoon lekker beginnen. Allereerste kanaal is The Game Boy. Nou, was hij al een hele poos bij het kanaal, maar volgens mij heeft hij nu een nieuw kanaal. Dus ja, dat is leuk. Anyways, we gaan gewoon lekker op hem abonneren, want dan zijn we zijn eerste sub en dat is leuk. Hij heeft mij bij zijn bazen gezet en dames en heren, als jij een beoordeling aanvraagt en je hebt mij tussen je bazen gezet, even een dikke shout-out naar jou. Iedereen die dat heeft gedaan, jullie zijn helden. Jullie zijn super awesome. Waarschijnlijk bereiken we er niks mee, maar het is dus nog een heel lief gebaar. Dus dank jullie wel. Dit is dus zijn eerste video, dus we gaan die gewoon even bekijken. En daarna gaan we nog even zijn boutpage doen. Voor de rest ziet zijn banden er wel chill uit, dus dat mag je alvast een klopje op je schouder van geven. Yo guys van mijn kanaal, welkom in deze gloednieuwe video. Mijn eerste video. Nee, niet mijn eerste. Er staat een linkje in de beschrijving van mijn oude kanaal. Heb ik allemaal challenges. Oké, dus zoals je kan horen, ik ga niet te veel spoileren. Als je het zelf wilt kijken, moet je er zelf even naartoe gaan. Maar wat hij dus zegt, is dat hij in principe een nieuw kanaal heeft. En ja, dat het dezelfde naam is en hetzelfde logo, maar een ander kanaal. Dus als je dat wilt checken, ik zal zo'n linkje in de beschrijving zetten. Voor nu, lekker een like erop. En wat vinden jullie ervan, jongens? Ik vind zijn camerakwaliteit wel goed. De beschrijving is een beetje kort, maar goed, hè, het zal me wel. Voor de rest is je kanaalbeschrijving ook een beetje kort, dus dat kan je wat langer maken. De reden waarom ik er altijd op hamer, is omdat wanneer je een kanaal naar iemand doorstuurt, dan krijg je een gedeelte van je beschrijving te zien. Dus niemand gaat natuurlijk naar de about page toe, daar niet van. Het is meer als je je kanaal naar iemand toestuurt, dan komt dit er altijd in te staan. En dan wil je wel gewoon leuke smileys erin hebben, zodat het opvalt. Dus ja, misschien als ik lief ben, edit ik nu even een screenshot erin. En als er niks staat, dan pak jullie. Volgende kanaal is Beer High. Nou, volgens mij heb ik deze recentelijk nog bekeken. Maar aangezien hij ook de trailer van ons heeft geüpload en alles. En omdat hij dit weer vroeg, dacht ik, we gaan hem gewoon nog even een keer bekijken. Er zal vast van alles veranderd zijn. Wat ik sowieso zie is nu een kanaaltrailer. Die was er volgens mij vorige keer nog niet. Dus dat gaan we even bekijken. Voor de rest is zijn banner logo nog wel hetzelfde. Wat ik gewoon nog steeds heel erg vet vind. Zo te zien heeft hij ook liked video's. En daar staat mijn stream tussen. Dus dat is super lief. Heel erg bedankt. En ik denk dat het het leukste is om nu even je kanaaltrailer te gaan bekijken. En daarna even je boutpage. Dus let's go. Hallo allemaal. Leuk dat jullie... Wat een manier om te beginnen. Oké, we gaan door. Peace. Yo allemaal, in deze video geef ik $100.000 weg. Het enige wat je hoeft te doen is de video liken, te abonneren met notifications on, dat is dat belletje. Nee, zo man. Abonneer op BRI voor fake giveaways. Ik vind het helemaal mooi. Top. Oké, dus de video's zijn best vet. Ik ga niet te veel spoileren wederom. Ik wil wel gewoon goed beoordelen. Maar aan de andere kant wil ik ook niet zeg maar alles gaan bekijken. Want ja, dat is voor jullie om te bekijken op zijn kanaal. Link staat wederom in de beschrijving als ik lief ben geweest. Voor de rest, kijk, hij doet het goed. Mooie lettertype, mooie alle spaties en rode tussencontact. En heel mooi netjes gedaan, man. Social media erop. En gewoon nogmaals een dikke shout-out naar je ballen. Want die ziet er echt gewoon super gaaf uit. Dus ja, Twitter, Discord, there you go. Check hem zeker even uit, dames en heren. Beer High, lekker bezig. De cirkel. En dan hebben we nu het gamende mannetje. Misschien heb je hem al wel eens gezien. Hij gebruikt de tactiek contacteer en profiteer. Heb ik het zo net bedacht dat ik het ga noemen. Dat is pretty much dat je naar andere YouTubers gaat. Dat je ze een handje helpt. Dat je in hun comments hi zegt, whatever. En zo vinden mensen ook gemakkelijker jouw kanaal. Nou, het is een win-win situatie van A, je doet geen sub voor sub. B, je helpt andere YouTubers. En C, je krijgt er ook wat voor terug. Dus ik kan alleen maar positief zijn over de manier hoe hij zijn kanaal in het daglicht zet. Ik zou wel een wat betere banner en logo proberen te fixen. Deze is gewoon een beetje mediocre. Je kan er misschien nog wat meer bij doen.
Je hebt nice kanaaltjes, heb je mij erbij gezet, wat heel erg lief is, dankjewel. Je hebt de 90 abonnees, dus dames en heren, ik zou zeggen, abonneer op hem. Dan gaan we eens kijken of we naar de 100 kunnen krijgen. Maar dat zien we dan wel. Als je op hem bent geabonneerd, laat het weten in de comments. 100 abonnees is altijd best wel een speciaal iets, dus ja, wie weet kunnen we hem daar naartoe helpen. Voor de rest, zijn recentelijkste video is Battlefield 5. Open beta, nou, die gaan we even kijken. En daarna wederom even naar zijn about page. Hallo beste kijkers van dit kanaal, vandaag spelen we... Hij is in ieder geval enthousiast, dat is altijd mooi om te horen. Oh, die graphics zien er vet uit, vriend. What? Dat gaan we vandaag spelen. Ja, ik ga dit even niet spelen, want waarschijnlijk wordt het dan gecopystrikt of whatever, maar... ja, de kwaliteit ziet er goed uit, je bent lekker enthousiast, edit veel, 4 minuten 44, dus lekker lange video's, like je erbij. Beschrijving ziet er ook goed uit, althans, ja goed, niet heel lang, maar je hebt er in ieder geval bij gezet welke game je speelt. Muziek staat inderdaad iets te hard zoals hij zegt, maar dat maakt helemaal niet uit. Aardig wat comments, dus best wel actieve playerbase, dus dat is heel nice. Ja, ook is zijn about page best wel leuk, het is een beetje basic, maar wederom heeft hij gewoon al zijn doelen er neergezet en een beetje informatie. Enige tip die ik hierover kan geven, misschien een paar emoties ertussen zetten, voor de rest weet ik het ook niet. Lekker bezig. En dan hebben we nu Qnity, en meestal doe ik alleen mijn trouwste kijkers in de kanalen beoordelen en ga ik zeg maar steeds lager op het laddertje van mensen die minder actief zijn, maar ik ga ook gewoon even een wat minder actieve persoon doen op het kanaal. Waarom? Omdat ik het een beetje wil opswitchen. Dus deze gast heeft gewoon geluk dat hij lekker snel aan de beurt is gekomen. Dat is gewoon puur en utter geluk. Okido. Hey, bijna 100 abonnees wederom. Dus als jij hem wilt helpen, dan kan dat zeker. Although ik snap het als jullie wat minder eager zijn om hem te boosten. Aangezien hij wat minder lang bij het kanaal is. Maar hey, het mag allemaal. Zijn design ziet er wel een stuk beter uit. Zijn banner is echt heel vet. Net als logo. Social media en alles staat gewoon goed ingesteld. Net als de thumbnails. Dus we gaan gewoon even zijn update video kijken. Ik weet dat dat niet het meest interessante is om te zien. Maar als je zijn andere content wilt kijken, zoals Outlast of Sony Vegas giveaway, dan moet je even zelf naar zijn kanaal gaan. Zeker een aanrader, want het ziet er goed uit tot nu toe. Oké, let's go. Video. Mijn naam is Ian. Ik wil in deze video wat dingen mededelen. Oké, nou sowieso is je microfoonkwaliteit goed. En jouw, 720. Nou je hebt geen 1080, maar je hebt wel gewoon HD, dus dat is nice. Like je erbij. En ja, wederom, het is niet heel interessant om jouw update video nu te gaan kijken. Dus voor de mensen die interesse hebben, kunnen dat gewoon eventjes gaan opzoeken. Voor nu, wederom, ik ga niet te veel spoileren. Als jullie het zelf willen kijken, dan zijn linkje zal in de beschrijving staan. Dat is trouwens ook iets nieuws. Ik zet vanaf nu de linkjes in de beschrijving, dus dan kan je gewoon checken als je wilt. Oké, there we go. Ook is zijn about page een stuk beter dan de andere die ik heb bekeken vandaag. No offense. Hij heeft spaties ertussen. Hij heeft het heel interessant gemaakt. Emojis. En dit is gewoon iets wat aanspreekt. Als je dit gewoon copy-paste naar iemand en je ziet dit, dan ben je meteen al wat meer aangesproken. En dit op een 12-jarige leeftijd is best impressive. Dus ga lekker zo door. En wat kan ik zeggen? Ik heb het kanaal nog nooit tegengekomen. En dan tenslotte hebben we Dutch DRS Gaming. Nou, Dutch DRS die is ook bij de streams geweest, wat hartstikke lief is natuurlijk. Daar heeft hij echt dikke dono's gedropt. Dus heel erg bedankt naar hem. Ik heb ook gehoord dat hij een eigen server heeft en een eigen bedrijf en alles. Dus hij is helemaal bezig met allemaal dingen. Als je dat zelf wilt ondervinden, ik zou zeggen, check hem zeker uit. Ik ben ook geabonneerd, dus dat kan ik niet nog een keer doen. Ik wil je sowieso een shout-out geven naar je banner en logo, want die zien er gewoon echt mega sick uit. Echt hands down, beste banner en logo die we vandaag hebben gezien. Misschien zelfs beter dan die van mij, als ik eerlijk moet zijn. Live voor het goede doel, dat heb je best vaak gedaan voor het KWF kankerbestrijding zo te zien. Voornamelijk KWF doe jij, dus dat is heel erg tof dat je dat doet. Ik wil niet haten op een kankerbestrijdingsstream natuurlijk, maar misschien ook handig om er een thumbnail bij te doen, maar super tof dat je doet. Populairste uploads zijn boven de 12k, voornamelijk Mindtopia. Maar zo te zien ben je ook gewoon heel vaak aan het livestreamen, of althans dit waren wel van jaren geleden, maar misschien doe je dit nog steeds, I don't know. Je kanaal bestaat in ieder geval best van posts. Sowieso upload je regelmatig, heel veel eigenlijk, alleen wederom niet met thumbnails, maar aan je views te zien vinden mensen het niet al te erg. Dus we gaan er gewoon even eentje kijken en zien wie allemaal jouw video's kijken. Oh, hoor mij nou. Oké, dit was dus een stream. Nou, in ieder geval met goede kwaliteit, laten we kijken wat er in die stream gebeurt. Ik ben oog. Nou, muziek staat goed. Hij heeft zijn speedpad af. Oké, dus hij speelt op de Real Mindtopia, dus let op voor de mensen die dat interessant vinden. Ga weg. Oh, dit is mijn boek toch gewoon. Of is dit de Real Mindtopia? Nee, het is niet de Real Mindtopia. Het is Evolved MC. Oké. Ik dacht oprecht even dat het... jij hebt best veel views, maar best wel weinig likes zo te zien. Maar misschien komt het dus door die bug waar ik het in het begin over had. Ik drop in ieder geval even een likeje erop.
Beschrijving ziet er ook goed uit, dus ja, wat kan ik zeggen? Laten we even naar Aboutpage gaan kijken, right? Aboutpage is ook heel erg tof. Ook wederom iemand die al best jong, best wel veel voor elkaar krijgt op een 13-jarige leeftijd. Best wel impressive, dus dat is heel nice. Je doelen staan hier. Hier is je social media. En dan gaan we toch even bij Royal Hosting kijken wat dus zijn website is. Oké, oh, dit ziet er best vet uit. Vind hier je perfecte domeinnaam. Damn, dit heb je mooi in elkaar gezet. Dus hier kan je server hostingen vinden voor Minecraft, maar volgens mij ook voor andere dingen. Hier zie je wat ze allemaal... Ik schrik met de... Oef, oh my god. Oké. Anyways, dus ja, dat is, kan je zelf allemaal bekijken mocht je een hosting zoeken. Hier is je social media, taal op Nederlands. En ja, voor de rest ziet het er gewoon heel tof uit. Dus ja, ook bedankt dat je mij bij de... recommended heb gezet, heel lief. Hey, ga lekker door man, en zo. Nou, wederom dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Wil je ook meedoen? Laat even een likeje achter en vraag het in de comments. Ik upload het iedere maandag. Er is een roosterwijziging... Roosterwijziging geweest, dus ik kan het niet meer om 5 uur uploaden. Maar ik zal proberen het vanaf nu om 6 tot 7 uur te uploaden. Voor de rest blijft de rest van het schema gewoon goed. Ik zal morgen even op Unlisted mijn schema video online zetten, zodat jullie dat gewoon goed kunnen bekijken. In ieder geval drop een like en tot de volgende keer. Joe!